Anas Acebar speelt tegenwoordig bij NEC. De gedoodverfde kampioen in de eerste divisie die status lang niet altijd waarmaakt dit seizoen. Het geldt ook voor Acebar zelf, die het bij Feyenoord en PEC Zwolle niet redde. Maar nu in Nijmegen wel weer eindelijk aan spelen toekomt en voldoening haalt uit zijn sport. Op een gegeven moment ga je een beetje als werk zien. En dat is nooit waarom ik überhaupt ben gaan voetballen. Het is toch echt een hobby. En de plezier is weer terug. Je komt als jonge broek, kom je natuurlijk in een grote club terecht. En dan ervaar je heel veel dingen. Dat neem je mee, daar leer je van. Acebar was een groot talent bij Feyenoord. Belangrijk voor het Nederlands elftal onder 17. Er lonkte een mooie toekomst, maar ergens onderweg is het misgegaan. Dat is zeg maar de weg die voor mij is weggelegd. Zo zie ik het. Ik ben een gelovige man. Ik denk altijd, iedereen heeft zijn eigen weg. En ik moet deze weg doorlopen om iets geweldigs te krijgen. Dat is mijn weg. Zondag is het Feyenoord PSV. Voor Anas Acebar zal dit voor altijd zijn wedstrijd blijven. Door die ene editie van 3 jaar geleden. Ik zie het vaak terugkomen. Wedstrijd, op het moment dat Feyenoord tegen PSV speelt, zie ik een paar momenten terugkomen. Ik hoor het van de jongens meestal. Het schiet wel hier en daar schiet door mijn hoofd. Veel spelers die in actie kwamen in die editie, zoals Acebar, Klaasie, Manu, Maher, Depay, spelen nu op een ander niveau dan men toen had gedacht. De ene heeft iets meer geluk dan de ander. Dus de ene die maakt een mooiere stap dan de ander. En die maakt daar wel gelijk doelpunten waardoor hij wat meer kan spelen. En de ander die valt ongelukkig in of die speelt in een wedstrijd waar iedereen slecht speelt, waardoor hij ook niet opvalt. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen weg daarin. Ik kreeg de bal van Rick Karsdorp. Ja, op zich denk je niet veel. Ik denk zo goed mogelijk raken en dat hij de goal in gaat. En dat ik hem zo raak, had ik natuurlijk niet kunnen voorspellen. Maar ja, ging geweldig in en dan komt alles los natuurlijk. Dan word je helemaal gek natuurlijk. Ik kreeg een bal van Chapeau Boetjes en met hem speel ik al jarenlang. Hij weet precies waar ik sta en ik weet precies waar hij staat. En hij gaf de bal zo geweldig dat ik hem alleen maar zo erin kon trappen eigenlijk. Ja. Die Jean-Paul Boetius heeft het nu moeilijk bij Feyenoord. Opnieuw. Acebar kan zich herkennen in zijn oud ploeggenoot. Daar hebben alle spelers mee te maken. Iedereen gaat wel een keer een downperiode krijgen. Het is maar hoe je het oppakt. En hoe snel je het oppakt en hoe hard je ervoor werkt om het op te pakken. Kijk, op het moment dat je een downperiode krijgt, moet je gaan opstaan en werken. Je moet er hard voor werken om jezelf weer omhoog te helpen. En ik denk dat bij hem nou rustig naar boven komt en hij komt heus wel goed met. En wie weet komt zo'n wederopstanding door zondag tegen PSV. Anas Acebar weet wel hoe je dat moet doen.